This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes, 16 februari 2021. Dit is het bulletin van dinsdag. Daily Minutes, 16 februari 2021. Dit is het bulletin van dinsdag. Ja, het loopt enigszins anders dan ik gepland had. Ik had eigenlijk wat amateurnieuws en gewoon nieuws willen publiceren vooraf, maar dat is niet gelukt. Het zoeken naar uitzendingen met de serie over VHF met name is behoorlijk lastig. Soms dan vind ik 1 aflevering op de 10 afgeluisterde afleveringen, dat is werkelijk waar. En in die afleveringen zit dan nieuws. En er zit een deel van de serie van Horace Martin in, die ik recent nog ook in de podcast gebracht heb. Dus dat gaan we niet opnieuw doen. Het is wel het interessante gedeelte van die serie over de historie, maar het gaat over morsen. Maar nee, dat wil ik toch maar niet doen. Ik heb wel meerdere delen van de serie over VHF en UHF-propagatie. Erg interessant. In het laatste van de uitzending heb ik ook nog een item in het Engels van de DX Headlines. Dat het gaat over een verbod voor radio's zonder DAB in Duitsland. In Duitsland mogen sinds 18 juni 2017 geen radio's meer verkocht worden waar niet ook DAB Plus in zit. Er mag wel FM in zitten, maar er moet ook DAB Plus in zitten. En toen was de vrees dat dat ook consequenties kon hebben voor communicatieontvangers. Zoals die door luisteramateurs, met name korte golfluisteramateurs, gebruikt worden. Ik heb er daarna niets meer over gehoord. Ik weet niet of wat van dat verbod is terechtgekomen of wat ook. Ik weet wel dat het er gekomen is, want dat had ik als item in het nieuws. Maar ik heb het daarna niet meer opgevolgd. Dit is deel 3 van de serie over VHF en UHF-propagatie. Vorige aflevering ging het over de temperatuurinversie, een veel voorkomende oorzaak van grotere afstanden die je kunt werken als er goede condities zijn op VHF en hoger. Vorige keer had ik het over een aantal extreme voorbeelden van goede propagatie, bijvoorbeeld rond de Middellandse Zee en de Persische Golf. Bij die grotere afstanden die ik hier noemde is vaak sprake van zogenaamde troposferische ducten. Ik weet niet of er een goed Nederlandse vertaling of een goed Nederlands woord voor dat begrip duct is. Het komt erop neer dat de afbuigende werking van de temperatuurinversie in dat geval zodanig is dat er nagenoeg geen signaal meer omhoog gaat, maar dat het volledige signaal terug wordt afgebogen naar de aarde en zo weer terug omhoog. Er ontstaat tussen de laag waar de afbuiging plaatsvindt en het grondoppervlak dan een effect dat vergelijkbaar is met de voortplanting van signalen in een golf. Pijp. Dit gaat natuurlijk met name goed boven een wateroppervlak. Die laag waarbij de afbuiging plaatsvindt, die kan daarbij bijzonder laag boven de grond liggen, bijvoorbeeld 15 of 20 meter. Je krijgt in dat geval de merkwaardige situatie dat stations met een antenne lager dan 15 meter wel van de goede condities profiteren, maar iemand die veel geld heeft uitgegeven voor een mast van 15 of 20 meter of nog hoger, dat hij de stations op afstand in het geheel niet kan horen. Het tegenstation moet dan uiteraard zijn antenne ook laag genoeg hebben staan om de verbinding mogelijk te maken. In zeldzame gevallen kan zo'n duct zelfs tussen 2 lagen ingeperst zijn, waarbij stations met een antenne tussen zeg 10 en 20 meter hoog, andere stations met een gelijk hoge antenne wel kunnen werken, maar de stations met een hogere of lagere antenne niet. Ook kan in die andere lagen de goede propagatie ontbreken. Dan kan het gebeuren dat stations met een antenne lager dan 10 meter en hoger dan 20 meter in het geheel niet of veel minder van die goede propagatie kunnen profiteren. Bij de gevallen in de genoemde gebieden rond de Middellandse Zee en de Persische Golf gaat het ongetwijfeld over ducting, omdat de verliezen bij zo'n gevormde duct in de luchtlagen nihil zijn en de signalen daardoor heel sterk. De omstandigheden in die regio's zijn meestal ook gedurende vele maanden rustig. In de tijd van de analoge televisie was het dan tijdens die maanden mogelijk om dagelijks naar tv-stations te kijken die tussen 1500 en 2500 kilometer verwijderd zaten, met name als er alleen water of alleen vlak grondgebied tussen de locatie van de zender en de ontvanger was. Troposferische ducten komen ook veelvuldig voor boven de Atlantische, de Stille en de Indische Oceaan, met staten en landen als Hawaii, Californië, Nieuw-Zeeland, Australië, Indonesië, Brazilië, de kustgebieden van Afrika en bijvoorbeeld Pakistan. Het is daar niet ongewoon dat aan de kust via deze propagatievorm signalen op VHF en UHF worden ontvangen die tot wel 5000 kilometer verwijderd zijn.
Deze verschijnselen worden uiteraard ook professioneel gebruikt. Bijvoorbeeld voor het afluisteren door de VS vanuit bevriende landen van de communicatie op VHF en UHF in delen van Rusland. Kenmerkend voor troposferische communicatie is de langzame fading die op de signalen zit. En signalen die bijvoorbeeld sterk genoeg zijn, die zorgen voor een onberispelijke ontvangst van analoge FM-stations over enorme afstanden, inclusief ontvangst van het RDS-signaal en bij digitale radio ook een onberispelijke ontvangst. Bij nog sterkere signalen geldt dit ook voor televisiesignalen op VHF en UHF. Bij Wikipedia onder troposferische propagatie kun je een aantal extreme voorbeelden vinden van de ontvangst op VHF en UHF, zonder de propagatievorm daarbij te noemen. Een voorbeeld is op 18 oktober 1975 Rijn-Muntjewerf in Nederland, die op UHF kanaal 34 het Zweedse station Pajala op zijn televisie ontving, een afstand van 1851 kilometer. Vrij zeker is dit sporadisch E geweest. In 1989 ontving Shell Remington op Hawaii meerdere FM-stations uit Tijuana, Mexico. Dat ligt net onder het Amerikaanse San Diego. Een afstand van 4081 kilometer. Waarschijnlijk ging het hier om een troposferische duct. Op 2 juni van dit jaar, dus heel kort geleden, hoorde een Engelsman in Tadcaster op een standaard autoradio in zijn Nissan Qashqai op de A64 keihard het station Radio Città op 103 FM vanuit het Italiaanse Bologna, een afstand van bijna 1400 kilometer. Dit was waarschijnlijk sporadische E. En op 9 augustus 2012 hoorde een Griekse DX'er op het eiland Pyrgos het station Alger-Gène op een frequentie van 97,5 MHz. Een station dat zendt uit vanuit Doukane in Algerije, een afstand van 1900 kilometer. In dit geval kan het zowel tropo als sporadische E geweest zijn. De aflevering van vandaag leunt vrij zwaar op de tekst in Wikipedia. Het grootste deel van deze serie is gebaseerd op eigen kennis, waarbij ik verschillende naslagwerken gebruik ter verificatie van deze eigen kennis. In deel 4 over propagatie op VHF en UHF gaan we verder over sporadische E. Sporadische E is een bijzondere soort van ionosferische propagatie. De meeste propagatie op VHF en UHF is troposferisch. Maar deze ionosferische propagatie die komt ook op VHF voor, niet op UHF, maar tot aan frequenties van ongeveer 250 Hz. Op VHF is het inderdaad sporadisch, maar sporadische E komt ook op de korte golfbanden voor. Op banden onder 20 MHz wordt deze propagatievorm vaak gemaskeerd door de vaker voorkomende vormen van F- en E-laagpropagatie. Maar op bijvoorbeeld 24, 27, 28 en 29 MHz is het zeker in bepaalde seizoenen een veel voorkomende vorm van propagatie over lange afstand. Sporadisch E wijkt af van wat we op HF gewend zijn, in die zin dat zonneactiviteit er niet een rol bij lijkt te spelen. Het komt voor in het zonnevlekkenminimum, het zonnevlekkenmaximum en daartussenin. Sporadisch E komt veel voor in de periode van eind april tot eind juli, zeker begin augustus. En daarnaast in een korte periode rond de kerstdagen. Qua tijd van de dag is rond 1 uur 's middags zomertijd een goed moment om er naar te luisteren. En vervolgens een wat langere periode vanaf 4 uur à half 5 ook zomertijd. Deze periodes van verhoogd voorkomen zijn allerminst een vaststaand feit. Recent waren er ook openingen in oktober en sporadisch E komt ook 's nachts voor. Over de oorsprong van sporadisch E zijn er door de jaren heen diverse theorieën opgeworpen. Momenteel lijkt een theorie over het ontstaan boven bijzonder sterke onweersgebieden een waarschijnlijke oorzaak. Maar nog niet zo heel lang geleden werd gedacht dat zeer fijn stof van meteorieten, waar de aarde soms doorheen komt, ook een rol speelt. Het zou overigens goed kunnen dat beide theorieën naast elkaar bestaan, doordat misschien wel beide fenomenen sporadisch E kunnen veroorzaken. Sporadisch E op bijvoorbeeld 10 meter komt vaak voor. Op 50 en 70 MHz is met name in de genoemde seizoenen een veelvuldig en in bepaalde periodes dagelijks optredend verschijnsel. Op 2 meter komt het meerdere keren per jaar voor. Doordat de signalen bij sporadisch E uitermate sterk zijn, weet je vaak niet wat je hoort. Signalen zijn onvervormd, hebben een vrij karakteristieke fading. De FM-signalen zijn dus niet ernstig verminkt. En je kunt dus meemaken dat je zeer sterke lokale repeater ineens door een Italiaanse repeater ruim wordt overstemd. Ik heb dat meerdere keren gehoord bij PI3PIR, een repeater die destijds slechts 8 kilometer bij mijn eigen antennes vandaan stond. Wat niet zoveel mensen weten is dat sporadisch E meestal een uiterst lokaal verschijnsel is. Je kunt als het ware twee bundels van zoeklichten voorstellen die aan weerszijden langzaam over de kaart schuiven. Zit je aan de rand van de bundel, dan kun je de signalen horen, maar zijn ze niet zo sterk. Zit je in het midden en je tegenstation ook, dan zijn de signalen zeer sterk. Met wat ervaring kun je van dat fenomeen gebruik maken, doordat je kunt horen of een signaal nog steeds sterker wordt. Er komt wat geluk bij kijken, maar als je wacht op een geschikt moment, dan kun je vaak met geringe middelen een pile-up verslaan waar ook mensen met een goede installatie en een groot zendvermogen in zitten.
In deel 5 gaan we nog wat dieper in op dit interessante fenomeen en we kijken naar wat bijzondere fenomenen die ook met sporadische evenband lijken te houden. Vanmiddag 13 juni 2017 om 3:15 was in bepaalde delen van Europa de band op 2 meter voor sporadische EOPen. Onder andere werd er vanuit westelijke Sahara in Noord-Afrika naar Rusland gewerkt. Ook was het mogelijk vanuit Scandinavië naar Rusland te werken en ook vanuit Duitsland en nog een aantal andere landen. Eergisteren was er ook zo'n opening, allemaal op 2 meter dus. Ja, dan nu een iets wat bijzonder deel 6 over propagatie op VHF en UHF. Ik had het in deel 4 en 5 over hoe dat met sporadische E werkt. Dat je als het ware 2 zoeklichten hebt die langzaam over de kaart van het aardoppervlak voortbewegen. Afgelopen middag was op 2 meter goed te horen hoe dat in zijn werk gaat. De band was wagenwijd open, met name in oostelijke richting, waarbij de signalen uit Rusland soms de S-meter strak in de rechterhoek deden belanden. De hierna volgende opname van een Roemeense station is afgelopen middag, vrijdagmiddag 16 juni 2017, dus door mijzelf gemaakt met mijn FT-817, gewoon op een kwartgolf sprietje binnenshuis, dus niks dure antenneinstallatie of zo. Dit was rond 2:30 zomertijd op 144.295 MHz. Let bij het luisteren vooral op het opzwiepen in signaalsterkte van het Roemeense station. Kennelijk kwam ik daarbij mooi in de denkbeeldige zoeklichtbundel terecht. Fragment duurt krap 2 minuten en er is niet ingeknipt. Golf 3, Lima, Queen, Romeo, 519, Kilo November, 27, Tango, Mexico. Queen, Foxtrot, thank you very much, all the best, Yankee, Oscar, Ray, Tango, Kilo. Thank you, bye-bye, Yankee, Oscar, Ray, Tango, Kilo. Papa, Alpha, 7, Echo, Sierra. Papa, Alpha, 7, Echo, Sugar, 519, Kilo November, 27, Tango, Mexico. Sierra Alpha, thank you very much, all the best, 73. Bye-bye. Hotel Charlie Victor, please. Roger, Roger, thank you very much for you. 519, Kilo November 27. Number 27, Tango, Mexico. Het bibberige geluid van de lokale stations komt waarschijnlijk door backscatter. Wat je hoort is interferentie tussen het directe signaal over de grond en het via de ionosfeer teruggekaaste signaal van hetzelfde station, zoals dat hier ook binnenkomt. Een prachtige, behoorlijk langdurende opening vanmiddag dus, met verbinding over duizenden kilometers via sporadisch E op 2 meter. Ja, vandaag deel 7 dus, over VHF en UHF propagatie. Ik begin met nog 2 dingen over sporadische E die niet onvermeld moeten blijven. Volgens mij zei ik het vorige week in een nagesprek, maar het kan ook in de uitzending geweest zijn. Bij sporadische E verandert, net als op de korte golf ook wel voorkomt, voortdurend de polarisatie van het signaal. Het is dus niet zo dat iedereen horizontaal gepolariseerd zit en zo blijft. Bij turbulente reis door de ionosfeer wordt bij sporadische E ook de polarisatie veranderd. Je hebt er dus voordeel van als je met circulaire polarisatie werkt of zelfs met verticaal en horizontaal tegelijk. Een ander aspect is dat het seizoen waarin sporadisch E veel voorkomt op het zuidelijk halfrond 6 maanden verschilt met dat op het noordelijk halfrond. Dat is ook wel logisch als je bedenkt dat het in het voorjaar en de zomer voorkomt. Naast sporadische E bestaat er ook equatoriale E-skip. Volgens mij is dat hetzelfde als trans-equatoriale propagatie, oftewel TEP, bijvoorbeeld op 2 meter. Dit betreft verbindingen over de evenaar dus. In tegenstelling tot sporadische E is dit een propagatie die in de betreffende regio's overdag vaak voorkomt, tussen stations ongeveer 10 breedtegraden aan weerszijden van de evenaar, meest midden op de dag of in het midden van de middag. Aan het eind van de lente, begin zomer en in mindere mate ook begin van de winter komt de propagatievorm ook op andere breedtegraden voor. Typische afstanden met TEP zijn 2500 tot 5000 kilometer en dus altijd over de evenaar in noord-zuid richting of andersom. De propagatie heeft te maken met wat we eerder bij korte golfpropagatie hebben besproken, namelijk dat de maximale ionisatie van de ionosfeer niet plaatsvindt bij de evenaar zelf, maar 10 tot 20 graden ten noorden en ten zuiden van de evenaar.
Het gaat daarbij niet om de aardrijkskundige evenaar, maar de magnetische evenaar die tussen de magnetische Noord- en Zuidpool inloopt. Door die hogere graad van ionisatie stijgt de maximum usable frequency, oftewel MUF, naar veel hogere frequenties dan elders. Het verschijnsel wordt veroorzaakt door een combinatie van de elektrische en magnetische velden die er zijn. Het is overigens wel zo dat de grootste productie van ionisatie van de ionosferische lagen plaatsvindt bij de geografische evenaar. De straling van de zon is daar immers sterker, maar onder invloed van de genoemde magnetische en elektrische velden verplaatsen de geioniseerde deeltjes zich naar een andere breedtegraad ten opzichte van de magnetische evenaar, zodat de concentratie daar uiteindelijk groter is. Deze ionisatie start meteen na zonsopgang, net als op de korte golf, en halverwege de middag is de concentratie op de gordels tussen 10 en 20 graden boven en onder de aardmagnetische evenaar dus het grootst. Waarbij na zonsondergang de gordels van ionisatie weer verdwijnen, zodat ionen en elektronen weer recombineren. Er bestaat verder nog een tweede vorm van TEP, hierover is veel minder bekend. Deze vorm treedt meestal op tussen 7 en 11 uur 's avonds lokale tijd en kan frequenties betreffen zo hoog als 450 MHz. Het zou een equatoriale vorm van spread-F-communicatie kunnen betreffen, een propagatievorm die we bij de delen over korte golfpropagatie hebben overgeslagen. Deze laatste vorm van TEP gaat gepaard met een snelle fading, doppelshift en aanzienlijke vervorming op het audio. Ten slotte gaan we nog even in op een zeer zeldzaam verschijnsel. Een heel zeldzaam verschijnsel betreft e-skip over de polen. Het is een propagatiesoort enigszins vergelijkbaar met TEP, alleen betreft het hier stations niet aan weerszijden van de evenaar, maar aan weerszijden van de polen in arctische regio's. Net als bij sporadische E treedt deze propagatievorm evenveel op, zowel in het zonnevlekkenminimum als het zonnevlekkenmaximum. This is Peter John with the DX Headlines. Early June, German Parliament, the Bundestag, decided to ban all radios that don't have the digital radio platform DAB+. Just as in most countries, German listeners are not too keen to decide to listen to the new digital platform. Between 90 and 100% seem to be completely satisfied with the existing analog FM stations. New radios that will be sold will need to have the DAB+ platform according to the new rule, which will probably lead to an end in relatively cheap analog radios being available in Germany. The new platform certainly has some advantages, for example in energy consumption on the transmitter side. The energy advantage turns into a disadvantage, however, as long as both platforms, analog FM and digital DAB+, have to be supported simultaneously. DAB+ seems a little bit outdated. It is not only much cheaper to listen to internet radio, but in addition to that, no new platform has to be rolled out, and audio quality via internet streams is almost limitless. Most DAB+ streams use low bandwidth 48, 64 or 96 kbps streams, combined with high quality compression using HA-AAC version 2. Why take so much effort in building a completely new platform? European countries have been known until around 20 years ago to be protectionist in not allowing foreign radio and TV stations in their cable TV networks, that is, stations that could not have been received directly in that location. This was most probably a measure to protect the government-funded relatively independent stations against foreign commercial stations. Reception of foreign stations from neighboring countries via DAB+ will only work in border regions and could also be blocked technically, whilst internet radio enables limitless reception of radio stations worldwide. The measure of the Bundestag already has led to many protests, especially with shortwave listeners. It's quite possible that the new measure also limits the sale of general coverage communication receivers for shortwave use by SWLs. Next to that, it seems quite impossible to enforce such a ban, because a major part of sales for these items will be by webshops, and EU citizens can buy these radios in other EU countries without any limitations. This was Peter John for the DX Headlines on the mighty KBC. Oh ja, en dan nog dit. Ook in 2017 wilde een EasyJet-piloot grappig zijn en joeg daarmee een aantal van zijn passagiers de stuipen op het lijf. Luister en oordeel zelf. Welcome aboard EasyJet, flight 910, non-stop service to Charlotte, North Carolina. A little update from the flight deck up here. We have a little problems with the engines. For those passengers who are too stupid to understand, what I'm talking about is those big whirly spinning things out there hanging underneath the wings. We can't get one of them started. There's about a 50-50 shot that the mechanic
who I'm pretty sure doesn't know any basic math, is going to get this thing fixed in the next couple of hours. So let's take a vote whether or not you think I should get a raise for having to deal with all you stupid passengers. Raise your hand if you think I should get a raise. Thank you. All right, so while we try to fix this engine, a mechanic is going to get out this huge hammer. The smaller hammer wasn't doing the job, so he's got to get out the big hammer and bang on the side of this engine, try to get that old whirly thing starting to whirl there so we can shoot this aluminum can up in the sky and get you to your destination. So, again, thank you for flying EasyJet, and we know you had a choice, and I don't know why you chose us, but you're strapped in your seat now, too late, no refunds. Flight attendants, prepare to cabin for takeoff. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.